One of the best things about this concerto is that it's really heartfelt all the way through. It's such a complex piece, but it's also, you can tell that he really feels the character and the emotion behind every note that he writes. Solist is onze eigen concertmeester, Joe Puglia, een jongen die aanvankelijk in New York studeerde en toen naar Den Haag kwam, naar het conservatorium. Daar heb ik hem ook leren kennen. Een enorm talent, een ongelooflijk virtuose en gedreven muzikale jongen. Het is ontzettend leuk om te zien dat we de solisten uit eigen gelederen kunnen halen. En dan op zo'n enorm hoog niveau. Dat is voor ons natuurlijk heel bijzonder. I do feel a little bit of pressure that the last time we played this piece, I was playing in the orchestra and Frank Peter Zimmermann was the soloist. And it was amazing what he did. And it's great for me now, actually. I get to see the piece from both sides. I saw it as a player in the ensemble and now as a soloist. So I think it's really great that I can kind of look at the piece from multiple perspectives and see how it really fits together all the way through. We hebben met eigenlijk alle grote componisten van de afgelopen 30 jaar samengewerkt, waardoor een enorme kennis is ontstaan over wat zij met hun werk willen. Working with composers side by side has also been really important for me, and I think it's something that every musician should do at some point in their career. The kinds of markings that all composers will use might mean something else for one composer and for another. Als Ligeti vertelt aan de solist, hier ben je een kroeg violist, hier sta je met een jazz ensemble te spelen, hier, dan voel je natuurlijk veel meer wat zo'n man met die noten bedoelde. Thank you.